En eenmaal we het hebben over het binnenland. De situatie in het binnenland moet efficiënt in beeld worden gebracht. Dat is de opdracht van het staatshoofd, zei minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken vanmorgen voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman zei dat gerapporteerd moet worden hoe de mensen in het binnenland efficiënter kunnen worden geholpen. Volgende week woensdag zullen deskundigen van diverse ministeries en het NCCR een presentatie houden voor de regering over dit onderwerp. Deze situatie is vrij ernstig. Eerlijk gezegd had ik het ook niet verwacht. De verwachting is dat Suriname de komende jaren nat zal blijven. Dus wij moeten nu echt wel onze plannen maken hoe we hiermee omgaan. Maar zo'n wateroverlast had ik ook persoonlijk niet voorspeld. Maar goed, het doet zich voor. Liever dat we zoiets meemaken, dan weten we wat extreem is en wat we moeten doen. Dus we gaan als regering een serieus besluit moeten nemen. Dus volgende week, we presenteren de Sandisi. En dan gaan we wat maatregelen moeten treffen over wonen, acties. Want één ding is zeker dat de NCCR moet versterken. Ze moeten meer middelen krijgen om dit landelijk aan te kunnen pakken. Er moeten meer hulpmiddelen standby zijn om dit aan te pakken. Want u weet, een paar weken terug hebben we greep in naar Saramaka. Maar misschien is alles al op. Dus er moeten meer evacuatiematerialen standby komen voor Suriname wat dit betreft. En plekken natuurlijk. Het NCCR geeft nog steeds hulp aan de mensen in het binnenland. De bewindsman gaf aan wat er nu in het district Brokopondo gebeurt. De zaak voor Brokopondo, dat na directe hulp van het NCCR. Dus ik kan u nu niet vertellen wat er gaat gebeuren, maar voeding en drank is prioriteit nummer 1. En de mensen hebben zichzelf natuurlijk teruggetrokken, want dat kunnen, weten ze zelf wel. Maar hoe zeg je dat? De gezondheid gaat vooruit. Dus veilig drinkwater en voeding. Want dat heb je niet. Als je gebied onder water zit, moet je verplaatst worden. Dus Meeting NCCR, ze hebben de tools om tenten op te zetten waar mensen tijdelijk geëvacueerd kunnen worden. Riyad Nur Mohammed onderstreepte dat er nooit genoeg geld zal zijn voor natuurrampen. Hij heeft de hulp ingeroepen van buitenlandse instanties die hadden toegezegd te willen helpen.